Hi, buddy. Ja, hier ben ik, op de intercom. Kom maar snel naar boven, dan zie ik je zo. Hey, buddy. Leuk dat je er bent. Loop je mee? Ja, zeker. Ik heb er zin in. Leuk dat je kijkt naar Op de Intercom met Buddy Op Dan. Zo, buddy, lig je lekker? Ik lig prima. Ben je een ochtend- of een avondmens? Nee, ik ben absoluut een avondmens. Ja? Ja. En waar merk je dat dan aan? Ben je 's ochtends chagrijnig? Nou, 's ochtends ben ik... Je hebt vaak de kinderen, zeg maar... zeg maar, 's ochtends vroeger rond een uurtje of 7. Ja. Dan beginnen ze al wakker. En dan zal menig een zeggen van 7 uur is de normale tijd. Ja. Ja, voor mij niet. Maar ik... Ik hou altijd wel van een beetje uitslapen. Vind ik altijd wel lekker. Ja. Maar zodra dan inderdaad gelijk herrie aan je bed is... Dat is dan, niet mijn... Is zeker niet aan mij besteed. Als oud profvoetballer heb je natuurlijk ook vaak in hotels geslapen, denk ik. Ofwel AZ of met Interlands. Sliep je dan bij anderen op de kamer? Of hoe ging dat dan? Ja, we sliepen altijd met z'n tweeën op een kamer. Ja. En vaak waren dat dan of trainingskampen. Ja. En zeker trainingskampen, dat waren wel van die vroege uikjes waar dat altijd het waren. Dan moest je, zeg maar, rond een uur of 6:30 moest je bij het strand klaarstaan om je gezellige ochtendloopje te doen. Nou ja, goed. Zo gezellig was dat waarschijnlijk niet. Je zag ook weinig lachende gezichten, zou ik je vertellen. Dus bij niemand niet. Nee, dat was echt een kwelling was dat. Ja. Dus dat, maar ja, goed, het hoorde erbij. En, dus dan deden we dat maar. Maar misschien dat daar een beetje... Ja, dat ik daar een beetje tegenop ben gaan zien, zeg maar, het vroeg opstaan. Is je slaapritme nou nog veranderd van toen je profvoetballer was en nu? Ja, de want ik... slaap? Nou ja, voorheen had je, zeg maar, dat je dagen, dat je 2 keer op een dag trainde. Ja. En zeker op een gegeven moment de komst van Co Adriaanse bij AZ toen de tijd. Toen werd er op een gegeven moment ingevoerd dat je tussen de trainingen door moest gaan rusten. En toen zat je in een motel Akersloot. Had je daar een grote motel. En dan moest je dus zeg maar in de kamer, moest je verplicht gaan rusten. Oké, okay, ging je dan ook slapen? Of ja, dat de een die had toen allemaal van die Playstations en de ander die had dit. En, dus er was altijd wel wat. Maar ja, goed, uiteindelijk kwam het er ook op neer dat je gewoon natuurlijk even je rust pakte. Maar, uiteraard. Ja, kijk, als ik er dan toch was, dan had ik ook niet veel moeite mogen dicht te doen. Nee, als je dan toch makkelijk slapen bent, dan ging ik liggen. Ja, geen probleem. Nog even over trainers gesproken. Ja. Wie is de beste trainer die je hebt gehad? Ik heb een hoop trainers gehad. Maar ik moet zeggen dat met Co Adriaans heb ik wel een trainer gehad die begon met de discipline aan te scherpen binnen de groep van AZ toen de tijd. Mm-hmm. En dat was ook eigenlijk het begin, zeg maar, dat we stappen gingen maken. En dat had ook mede daardoor te maken. Dus zijn trainingsideeën. En eigenlijk op het moment dat de Adriaanse wegging, toen kwam Louis van Gaal. Ja, en die heeft eigenlijk alle dingen die Adriaanse ook heeft. Alleen die heeft nog veel meer dingen geperfectioneerd, zeg maar. Die had echt... Achter elke training een idee zitten. Achter elke oefening zat een idee. En ook allemaal dingen waardoor spelers ook, zeg maar, individueel beter werden. Maar niet alleen individueel, maar ook als groep. Dus dat je wist waar je als groep voor stond, ook binnen de lijnen. Maar dat je ook technisch vaardiger werd. En dat was altijd wel heel krachtig van hem. Plus het feit dat hij ook... de meeste mensen die hebben een bepaald beeld van Louis. Ja. Maar ik herken me daar nooit in. Ik vind het echt een man die... staat open voor dingen. In het begin van het seizoen is hij iedereen langs gegaan. Heeft hij bij iedereen gevraagd van... Oké, hoe ziet je thuissituatie eruit? En hoe is dit en dat? En dan 2 weken later vraagt hij bijvoorbeeld van... joh, hoe is het met je vader? Werkt hij daar en daar nog? Dat heb je verteld. En dat heeft hij allemaal opgeslagen. Ja, dat geeft natuurlijk ook een beetje aan... dat hij, zeg maar, ook niet alleen op de voetbal hamert... maar ook, zeg maar, op je thuissamenstelling, hoe je daarmee omgaat. Ja. In ieder geval dat je weet dat je een goede achtergrond hebt en dat je daarin ook gesteund wordt. En dat was met Louis was dat top. Dus dat ik denk dat ik met deze 2 trainers wel het meeste van geleerd heb. Absoluut. Ja, nou, leuk om te horen. Ja. Ik verwacht het niet van Louis. Wat jij zegt, de meeste mensen hebben misschien niet zo'n beeld van hem, maar die weten natuurlijk dit niet. Nee, maar dat hoor je heel veel. Als je heel veel spelers gaat spreken die met Louis hebben gewerkt. Dan denk ik dat er heel weinig zullen zeggen van... wat een vreselijke vent is dat. Ja, precies. Ik denk het echt niet. Nee, en ik denk dat hij bij iedereen
ook bij jongens die niet in de basis stonden, heeft hij gewoon een hele goede naam. Ja. En dat is wel knap als je dat als trainer kan. Ja, mooi. Ja, voor jezelf ook een voorbeeld. Wie is de beste speler waar tegen je hebt gespeeld ooit? De beste speler? Ja, het zijn verschillende spelers eigenlijk wel. Ik vond bij Ajax, zeker in de Nederlandse competitie, had je toen Liedmanen. Dat was altijd wel iemand die... het was geen sterk persoon of zo, hè, maar hij wist altijd zo slim uit de duels vandaan te blijven. En ik was altijd wel eentje die er graag in wilde, in wilde kleunen gewoon. En ja, daar had je bij hem vaak nooit het moment voor. Dat viel niet mee. Nee, dat viel niet mee. Hij draaide altijd op het goede moment weg. Hij wist waar hij zich bevond op het veld. En dat is het verdedigen altijd heel lastig. Hè? En dan als je denkt van nou heb ik hem, dan kaats hij de bal weer. Waardoor hij dan weer snel doorbeweegt. En dat soort toestanden. Dat waren altijd lastige dingen voor de speler. Daar had ik altijd veel moeite mee. En als je Europees niveau ziet, had je bij Villarreal speelde toen de tijd Riquelme. Ja, misschien zegt het je niks, maar dat was toen ook een nummer 10. Die speelde toen het Argentijnse elftal. Nou, dat was ook zo'n verschrikkelijk irritante roze was dat. Maar zo goed aan de bal en zo'n verschrikkelijke trap. Die had dat aan een meter genoeg. Dan legde hij die bal waar hij hem wilde hebben. Maar ook gewoon het slim zijn. En ja, daar heb ik van dat soort spelers altijd wel toch wel een hoop geleerd, zeg maar. Maar ja, juist tegenovergesteld. Ik was verdediger en hun waren aanvallers. Ja. Maar ik leerde als verdediger wel ook als aanvaller te denken. Dus ja, dan draai je het om. Ja. Van ja, wat doen ze nou eigenlijk om vrij te komen? Nou, en dat... Zijn er ook spelers die je daar nou door had? Goede spelers die dus niet langs jou kwamen? Nou ja, er waren een heleboel spelers die wilden... Ik had altijd wel wat met grote lange spitsen. Want die wilden graag een bal op hun borst aangespeeld krijgen. Nou, en dan kregen ze die bal op hun borst. Maar wat gebeurt er met een bal die op je borst komt? Die stuit er altijd vanaf. Die leg je nooit gelijk dood op je borst neer. En dan bleef ik er altijd in eerste instantie altijd achter staan. Ja. En nam die de bal op. En op het moment die bal op zijn borst kwam, dan kroop ik ervoor. En dan gooide ik me ertussen. Ja. Nou ja, goed. Ik ben natuurlijk niet qua postuur heel erg groot. Dus dat ieder lijfje van mij, dat kon er altijd net tussen. En dan kon ik op die manier de bal veroveren. Ja, en dat... Dat werkt. Ja, dat werkt op dat moment wel. Ja, dat klopt. En de beste speler waarmee je in een team hebt gespeeld? Nou, ik heb ook daarin... Ja, was Shota Arveladze. Dat was gewoon een meester. Ja. Echt, hij was toen al op leeftijd. Dus eigenlijk dat hij in de tijd bij Ajax speelde, was hij echt in de bloei van zijn leven. Maar wat hij bij AZ ook zat en ook zo slim en tweebenig. En ja, weet je wel, normaal als je ook in scoringspositie komt, hè, als je van de zijkant aankomt loopt op de goal, dan heb je vaak spitsen die schieten. Hè, en die wil altijd maar schieten, hard mogelijk op de goal. Maar hij deed het al met een idee. Van, hij dacht al van dan dribbel ik in hè, en dan doe ik net even schiet. En een verdediger steekt altijd zijn been uit. Ja. Ja, dus, en wat deed hij dan? Dan koos je altijd de korte hoek. En een keeper die verwacht altijd een bal in de lange hoek. En hij deed altijd in de korte hoek. En als verdediger dan kwam hij weer. En dan kwam je in de 1 tegen 1 te staan. En dan maakte hij weer een schijntrap of iets dergelijks. En dan stak jij je been uit. En dan schoot hij in de korte hoek. Ja, en je weet dat het gaat gebeuren. Ja. En toch steek je been uit. Ja. Dus wat dat er gaat, was dat altijd wel een fantastische speler. Maar ook voor de groep. Deelde hij die plannen dan ook in de kleedkamer bijvoorbeeld? Hij deelde ook heel veel dingen zeg maar op Europees avontuur. Dat hij zei van, weet je jongens, is helemaal niks bijzonders. Er zijn ook gewoon 11 spelers en dan probeer je op je gemak te stellen. Ja, heel goed. En dat is gewoon heel belangrijk voor jongens die dat niet hebben meegemaakt. Ja, en hij had dat. Maar ook gewoon, hij stond altijd open voor adviezen. Ja, en dat is heerlijk als je zo iemand in je groep hebt. Ja. Ja, gewoon normale jongen, voelde zich helemaal niet boven de rest. Nee. Gewoon normaal een van de jongens. En dat, hele goede jongen, absoluut. Toppertje. Je bent tot nu toe de enige listenaar die het Nederlands elftal heeft gehaald. Je hebt zelfs een keer gescoord voor het Nederlands elftal. Hoe heb je je interlandperiode ervaren? Ja, het is natuurlijk het ultieme. Als voetballer, als jeugdige mannetje is dat je droom. En als je die uiteindelijk kan verwezenlijken, is dat natuurlijk iets heel moois. En de periode dat ik daar bij Oranje kwam, draaide met AZ goed. En dan kom je de spotlight te staan. En uiteindelijk word je dan ook opgeroepen. En dat is natuurlijk een fantastische tijd geweest. Kwalificatiewedstrijden gespeeld. Ik heb 8 wedstrijden daarin meegedaan. En ik kan in ieder geval met trots vertellen dat ik uiteindelijk geen wedstrijd heb verloren. Dus dat is ook altijd wel iets leuks om mee te nemen. Maar uiteindelijk de grootste smet was natuurlijk wel de kwalificatie en het selecteren daarvan. Ja. En daar viel alles voor mij de verkeerde kant op. En heb ik dat aan me voorbij moeten laten gaan. Heb je ooit gehoord waar dat precies aan lag?
Nou, we wisten op een gegeven moment dat hij op... hij zou op een zondag bellen. Ja. Zondag om 11 uur, dat hadden we op een gegeven moment te horen gekregen. En op het moment dat je gebeld zou worden, dan was je dus afgevallen. Daar kwam het een beetje op neer. Oké. En ik zat zaterdag nog in de kantine met vrienden. En op een gegeven moment van, weet je wel, zit je erbij? Toen zei ik nog, ik denk het wel, want weet je, kwalificaties, alles gespeeld. Eigenlijk geen negatieve klanken gehoord, dus ik denk dat is prima. En eigenlijk op die zondag om 11 uur ging de telefoon. En mijn eerste reactie die ik eigenlijk thuis gaf was, oh god, ik heb gisteren in de kantine gezegd dat ik om 11 uur gebeld, dan gaan al die idioten gaan natuurlijk weer bellen. En toen op een gegeven moment, uiteindelijk nam ik op. En toen kreeg Hans Joris me aan de lijn. Ja. En toen wist ik eigenlijk wel hoe laat het was. Ik dacht eerst nog met een geintje. En toen op een gegeven moment Hans Joris, toen zei hij, Marco, wil je nog wat vertellen? Nou, dat hoeft het niet eens meer, want ik wist al hoe laat het was. En toen heeft hij wel een uitleg gegeven. Maar wat hij allemaal heeft gezegd, is eigenlijk mijn één oor ingegaan en mijn ander uitgegaan. Want ik heb eigenlijk, het is allemaal langs me heen gegaan. Want ja, het is gewoon een teleurstelling geweest. En ik denk dat ik als voetbal het maximaal eruit heb gehaald. En het zou natuurlijk het mooiste zijn als je dan een EK of een WK achter je naam kan zetten. En ja, dat is me toen eigenlijk ontnomen en dat is wel jammer. Dat is heel jammer. Heb je daar lang van moeten herstellen, van die klap? Tuurlijk. En voornamelijk op het moment dat het WK dan aan de gang is. En dan, je ziet Nederland dan acteren en dan is het wel iets van, jezus, daar had ik ook kunnen staan. Ja. En dat is wel iets wat jammer is, want het is toch iets waar de grootste voetballers van de wereld samenkomen. Ja, en dan is het toch wel een mooi niveau waar je dan kan spelen. En achteraf heeft ook iedereen speelminuten gemaakt. Ja. Dus ja, als je daar buiten geweest, had je waarschijnlijk zelf ook gewoon minuten gemaakt. En dat is iets wat ik nu niet kan zeggen. Nee, dat blijft misschien nog een beetje door je hoofd spoken. Ja, inderdaad. Ja. En dat, alsnog mag je trots zijn. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Het EK komt eraan. Maakt Nederlands kans? Ja, je krijgt natuurlijk altijd standaard antwoord. Tuurlijk maak je een kans. He, dat is altijd zo. Worden we eerste? Ja, dat is lastig. Ik denk dat je wel een hele jonge, gretige groep hebt. Alleen ja, de resultaten zijn natuurlijk heel wisselvallig. Dat heb je natuurlijk nu ook gezien. Laatst tegen Turkije weer. Dat je in de counter word je continu ondersteboven gelopen. Ja, en dat zijn natuurlijk dingen die op een EK natuurlijk ook gaan gebeuren. Je krijgt steeds meer ploegen die zich gaan ingraven, waarbij het accent op verdedigen ligt. Ja, en als je als Nederland zijnde zeg maar alleen maar wil aanvallen en je gaat met veel ruimte in je rug spelen en je hebt niet al te snelle jongens achterop staan, ja, dan kan je daardoor geslagen worden. En ja, dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. Maar goed, als je kijkt naar de kwaliteit van spelers en in welke competities ze allemaal spelen, ja, dan is het natuurlijk raar om te zeggen dat Nederland geen kans maakt. Even over je voetbalcarrière, is een terugkeer bij FC Lisse 1, is dat nog realistisch? Nee, nooit, nee. Heel snel antwoord. Ja, nee, nooit. Nee? Nee. Nooit in je hoofd opgekomen? Nee. Jammer. Ik denk dat heel veel mensen dat heel leuk zouden vinden. Ja, nee. Nee, dat is gekkigheid. Ik wilde... Ik heb bij Lisse 1 terugkeren is eigenlijk... tuurlijk speelt het wel eens in je hoofd in de rondte, weet je wel. Alleen bij mij heeft ook altijd de gedachte geleefd van, je hebt niks te winnen. En mensen verwachten dingen van je die je misschien niet meer kan waarmaken. Je hebt je hoogtijdagen heb je gehad. Dus je zit in een afbouwfase. En dat is lastig. Want er wordt gelijk een stempel gedrukt van, oh, hij komt terug naar Lisse. En dus we gaan nu in de hoogste regionen meedoen. Ik had dat niet zo. En ik had zoiets van, joh, laat maar aan mij. Ik vond het veel leuker om een terugkeer in het laatste jaar die ging voetballen, om met vrienden te gaan voetballen. En die speelden gewoon in een lekkere recreatiecompetitie. Ja. En dat waren gewoon vrienden van vroeger. En dat was voor mij ook gewoon heel belangrijk. En mede omdat, ik heb in het verleden, als je als profvoetballer op een gegeven moment gaat leven, en heb ik heel veel dingen moeten laten. En dat vergeten mensen ook wel eens. Maar kijk, je hebt feesten. En je kwam in een periode dat mensen gingen trouwen, vrijgezellen, feesten, verjaardagen. Ja, ik was daar nooit op vrijdag of op zaterdag als ik de volgende dag moest voetballen. Nee. En ik had juist met dat soort dingen, dat heb je allemaal gemist. Dan was mijn terugkeer eerder bij een vriendenteam dan bij de zaterdag 1 van Lisse. Omdat je voelde dat je dat allemaal moest inhalen. Ja, nou, een beetje wel. Ja. Want ik had echt zoiets van, met vrienden, zit je toch naderhand weer gezellig. Ja. En
Je hebt niet die hele riedel weer van... Oké, je hebt een eerste, dan kom je weer binnen. En dan een bak koffie. En dan moet je een bespreking houden. En dan moet je omkleden. En dan is het weer dit. Hoe gaan we tactisch dit doen? Nee, nu kom je die kleedkamer binnen. En het is lachen met elkaar. En het is, over 5 minuten beginnen we, jongens. Ja, en dat heeft ook wel eens die charmers. En dat vind ik ook wel weer mooi. En, plezier is dan gewoon iets belangrijker dan het niveau. Ja, op dat moment voor mij wel. Ja, absoluut. Je bent nu jeugdtrainer bij Volendam. Geef je die jongens dan nog iets mee? Een gezonde levensstijl, slapen, drinken? Was ik. Oh. Ik zit tegenwoordig bij andere gladiatoren. En te noemen? Ja, dat is bij FC Lisse onder 23. Wat leuk. Daar staat een trainer aan het roer waar ik een hoop van moet leren. En die, daar ga ik dan ook af en toe eventjes kijken. Ik ben benieuwd. Leuk. En geef je die jongens dan... Nou ja, je was natuurlijk voorheen wel bij Volendam aan de slag. Geef je die jongens dan ook nog tips over levensstijl? Alcohol wel, niet? Veel slapen? Het is toevallig... Nu is het zeg maar... Ik ben er nu zeg maar 3 trainingen erbij geweest. Bij onder 23 van Lisse. Ja. Ik ben daar voornamelijk aan het kijken of ik het ook leuk vind om daarbij aan te sluiten. Het is wel iets ouder toch dan wat je voorheen deed? Ja, ik ben begonnen bij onder 12. Ja. Heb ik 3 jaar gedaan. Toen ben ik 2 jaar naar onder 15 gegaan. Ja. En dan de laatste 2 jaar heb ik onder 19 gedaan bij Volendam. Steeds een stapje omhoog. Ja, het is eigenlijk steeds een stapje omhoog. Ja, en dan ga je kijken van wat vind je nou de leukste categorie, zeg maar. Ja. Nou goed, de vraag wordt vaak gesteld van vind je het leuk om echt senioren te gaan trainen? En, ja. Maar echt senioren en eerste elftallen, dat heeft niet mijn echte ambitie. Waarom niet? Omdat ik gewoon zelf ook weet van hoe ik daarin sta. Ik ben iemand die graag in het midden van de groep wil staan. Ja. En dan bedoel ik meer van, je wil gezelligheid en je vindt het leuk. En omdat je trainer bent, moet je toch momenten hebben dat je er bovenop zit. En dat kan wel eens moeilijk zijn, want je kan er uiteindelijk 11 opstellen. Ja. En de andere 11 kan je niet opstellen. En dan moet je dus tegen gaan zeggen van... niet. En dat is lastig. En tot slot nog een slaaptip voor de kijkers. Aan het einde stel ik altijd een vraag aan mijn gast. En dan hoop ik dat zij een leuke tip meegeven aan de kijkers. Ja. Welke slaaptip heb jij? Een slaaptip? Ja. Jeetje. Nou ja, goed. Ik heb inmiddels wel gemerkt dat als je zeg maar op een bed ligt waarvan je matras niet goed is... Dan kom je de volgende keer je bed uit dat je denkt van... Ik heb op een strijkplank gelegen... Dat is echt iets waarvan ik denk van... En dat heb ik toen ook snel verholpen met een nieuw matras. Ja. Maar goed, voor de rest moet ik iemand adviseren om een... Goed matras. Ja, goed matras, ja. Ja, en voor de rest heb ik eigenlijk geen idee. Nee. Want ik heb geen moeite om in slaap te komen. Dus Heel goed. Dankjewel dan voor je tijd. En slaap lekker voor dat straks. Dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, Barry, bedankt voor je tijd en voor je mooie verhaal. Ja. Tot op de club. Ja, nou, graag gedaan. Ik zie hier toevallig nog wat leuks. En dan ga ik wel even kijken. Deze die bevalt wel.